25 maart 2020 is Pater Hans de Visser gestorven ten gevolge van corona. Een bijzonder man. En ik zit hier met Hanneke van der Eerde, Chris van Ekelen en Rini van Oorschot hier aan tafel, want we gaan herinneringen ophalen van Pater Hans de Visser. Hanneke, ik vraag het eerst aan jou. Hoe ken jij Pater Hans de Visser? Nou, die ken ik al heel lang, van rond ongeveer 1990. Toen heb ik hem voor het eerst bij mijn werk ontmoet. En dat was? Ik werkte bij het Rijksarchief, tegenwoordig het Brabants Historisch Informatiecentrum in Den Bosch. Oké, okay, ja. En daar kwam hij onderzoek doen, genealogisch. Ja, ja. Goh. Chris, en jij, waar ken jij Pater Hans de Visser van? Nou, niet zo lang als Hanneke. Ik denk zo rond 2008, 2009, ja. Toen wij begonnen met het onderzoek naar de schilderij van Pierre Janssen. Ja. Daar was in eerste instantie Hans al ooit mee begonnen. Oké, dan wil ik daar nog iets meer over weten, want daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Rini, en jij? Ja, ik ken hem ook niet zo lang als Hanneke, maar ongeveer net zo lang als Chris, ook van 2009, 2008, vanwege de heemkunde. En daar heb ik hem leren kennen. Ja, dus jullie hebben allemaal wel een speciale band met hem en allemaal een andere band. Want hij vertelde, ik heb hem toen nog geïnterviewd, dat hij geloof ik heb het zelf opgeschreven in 1982 of zo, dat hij ging begon hij met zijn stamboom op te zoeken. Ja. En dat was bij jou? En dat was aanvankelijk niet meteen bij het Rijksarchief, maar eerst is hij, ik denk, hier bij het gemeentearchief terechtgekomen, want de familie De Visser, die kwam uit Bokstel. En hij ontdekte al heel snel dat dat heel ver terugging, wel tot de middeleeuwen. Ja. En ja, hij was natuurlijk een echte onderzoeker, historicus. Hij vond het ook heel interessant om daar meer over te weten. Ja. En zo is hij uiteindelijk dus inderdaad in een bos gekomen om daar verder mee te komen. Ja, en jij hebt hem geholpen aan informatie of ben jij ook heel fanatiek mee gaan zoeken? Want hoe gaat hij dan? Nou, ik had studiezaaldienst op dat moment en hij vertelde dat hij onderzoek deed in Bokstel, waar zijn familie vandaan kwam. Dus ik vertel, ik kom ook uit Bokstel. Nou, en Hans kennende, zullen jullie ook wel beamen, dan had hij meteen zoiets van, die mevrouw heb ik nodig. Ja. En hij heeft dus dankbaar, denk ik, ook gebruik gemaakt van de kennis die ik had. Ja. En andersom moet ik zeggen dat ik ook heel vaak gebruik en misbruik heb gemaakt van de enorme historische kennis die Hans weer had. Ja, zal wel, ja. Zo vult het elkaar aan, dat is zo mooi, hè? Ja. Ja. Want Chris, jij hebt hem eigenlijk leren kennen dan, wat je net zei, over het schilderij van Pierre Janssen. Nou, maar wat was er met dat schilderij? Of nee, dat was niet een schilderij. Okay. Pierre Janssen, dat is een, noemen we een Bokstelse kunstenaar, terwijl hij niet geboren is in Bokstel. Hij is in Steenwijk en Wold geboren. Maar Hans die had interesse in die schilder, want die vond dat die Bokstelse schilder, die al sinds 1898 in Bokstel woonde, die vond dat hij een betere plek verdiende. Er was te weinig bekend over hem. Dus dacht Hans, als ik nou een expositie organiseer waarbij ik schilderijen uit Bokstel bij elkaar krijg en ik laat je ook nog fotograferen, dan breng ik die man wat meer tot leven. Maar waarom? Waarom? Ja, omdat hij uit Bokstel kwam? Was dat dan Bokstel? Of? Nee, het ging meer om wat hij schilderde. Hij schilderde echt Bokstelse tafereelen. Hij schilderde straatgezichten, huizen, binnenhuis. Hoe is dat? Interieurs van boerderijen, maar ook mensen. Hij heeft veel portretten geschilderd ook. En allemaal van Bokstelse mensen. En als je dan hebt over een schilder die in 1952 overleden, dan heb je het over de eerste helft van de 20e eeuw. Ja. Dat hij in Bokstel werkzaam is geweest. En als je nu vraagt naar de straatjes die je op die schilderijen ziet, of de mensen die je op die schilderijen ziet, die herkent niemand meer, die kent ook niemand meer. Hans wilde daar verandering in brengen. Die vond die schilder zo goed die tafereelen had geschilderd, op zijn manier, dat er voor een breder voetlicht wilde brengen. Ja. Want waarom was hij zo gedreven om Pater Hans de Visser, om Bokstel zo op de kaart te zetten? Hans is Bokstel. En Bokstel is Hans.
Dat zei Hanneke al. Maar is hij ook in Boksel geboren? Nee. Hij woont pas de laatste jaren in Boksel. Daarvoor heeft hij ook niet in Boksel gewoond. Maar dat, wat ik me kan herinneren, vertelde hij toen dat hij toen bezig was met zijn familie, zijn stamboom. En dat, die kwamen allemaal uit Boksel. Ja. Ja. En daardoor is hij meer in Boksel gedoken. Absoluut, ja. En eigenlijk is hij de laatste jaren pas een echte Bokselaar geworden. Ja. Maar hij heeft waarschijnlijk zich altijd gevoeld. Ja. Omdat met zijn onderzoek uit de jaren 90, zeg jij. Ja. Hij voelde dat alles wat hij aanraakte kwam uit Boksel. Ja. Hij kon er gewoon niet meer omheen. Nee. Rini, want jij is een ander verhaal. Ja, nou ja, gedeeltelijk wel een ander verhaal. Ik zat met Christ in de groep om Pierre Janssen te gaan onderzoeken, te fotograferen. En ja, wij vulden elkaar eigenlijk heel goed aan. Ik vond het leuk foto's te maken en Chris vond het leuk om onderzoek te doen. Dus wij vonden dat we een goed team waren. Ja, ja. En ik denk dat we daar ook wel zijn, want we hebben in al die jaren, ik denk heel Nederland en een stukje van België afgereden samen in één auto. En daar hadden we anders denk ik niet volgehouden. Dus, om foto's te maken of waarom? Ja, om foto's te maken. Omdat wij. Want jij bent fotograaf? Nee, ik ben geen fotograaf. Ik maak foto's omdat ik in mijn vrije tijd het leuk vond. Dat ik, als hobby ben ik daar gaan doen en dat interesseerde me steeds meer. Ja. En daar ben ik bij cursussen voor gaan doen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te oefenen en fouten die ik maakte geprobeerd om weer te herstellen. Dus dat ging goed. In het begin was dat natuurlijk moeilijk. Fotograferen, zeker schilderij, dat is toch een vak apart en dat was mijn vak niet. Dus dat hebben we samen moeten leren en dat is gelukt. Nou. En zo ken ik eigenlijk Hans. Toen ik die ontmoette, dan Hans was een heel vriendelijke, lieve man eigenlijk. En als die iets aan jou vroeg, dan was dat heel eervol, vond ik, omdat hij dat vroeg. Ja. Vandaar dat ik er ook heel graag in gestapt ben in dat project Pierre Janssen. Ja, leuk. Want iedereen die ik ontmoette, zijn natuurlijk wel niet zo heel veel mensen, Hanneke, maar die Pater Hansen Visser kennen, die hadden toch een soort zwak voor hem. Ja. Hij nam je meteen in. Ja. En hij kwam binnen en hij wist je meteen. Maar wat was hij dan, zijn goedheid of zijn enthousiasme? Enthousiast was hij sowieso. En gedreven was hij ook natuurlijk. En gedreven was hij ook. En hij had toch wel, ik denk gewoon, een van de nazaten van de heilige Franciscus. Daar stond gewoon een goede man. Ja. En dat voelde je wel. Hij was wel bij hem. Het was oprecht, hè? Het was dat, een oprecht, eerlijke. Had iedereen. Ja. Ja. Ik vond het ook zo mooi toen ik dat gesprek met hem had in het klooster in de bos waar hij toen nog woonde. Toen vertelde hij ook over die Franciscus. Ja. En ik dacht altijd van iedereen die pater of zuster is of wat dan ook, die geloven in God, hè? En hij zei: nee, wij zijn volgelingen van Franciscus. En dat vond ik ook wel bijzonder, want dat is een aards iemand. En hij zei, dat was gewoon een goed aards mens. Hè? Ja. Gewoon met twee benen op de grond. En ik denk dat dat ook wel de kracht is wat zo iemand dan uitstraalt. Zo'n pater Hans de Visser die dan... Prachtige man. Hij, inderdaad, wat Hanneke zegt, hij neemt je in. Ik hoor van Betty, hè, mijn vrouw, als die in de kerk zit, hè, Hans doet de mis. Ja, klopt, hoor ik ook. Hangt iedereen aan zijn lippen. Ja. Vooral kinderen. Ja. Ja, ik heb begrepen dat er veel meer kinderen naar de kerk komen als Hans de mis deed. Ja, mooi hè? En zelfs volwassenen kwamen daarvoor naar de kerk. Ja. Vraag me af wat dat dan is. Ja, dat is dan het totaalplaatje, denk ik. Ja, maar Hans die las het ook niet van een papiertje af. Hans die, dat kwam uit zijn hart en die begon te praten. Ja. En die, bij wijze van spreken, hield hij niet meer op, want hij was heel breed gespraakt. Ja. Ik heb nooit geen onvertogen woord van hem gehoord. Nee, bijzonder zeg. Ja. Want wat heb jij nog meer met hem gedaan? Jullie zijn toen met die Pierre Janssen, dat was jullie beginproject, Hans, eigenlijk. Hans die vond het heel jammer dat hij dat project nooit heeft kunnen afmaken. Waarom niet? Omdat we hebben het dan over de jaren 90 dat Hans dat probeerde. En hij wilde dus foto's laten maken, maar hij had dus een fotograaf nodig. En dan ging hij naar Bokselse fotografen. Want kun je even mijn foto's maken van het schilderij? Nou, dan moet je eens kijken wat wij nou samen hebben gedaan aan de 600 schilderijen die wij nu gefotografeerd hebben. Al die adressen af te gaan.
dat kost je een vermogen. Dus een fotograaf zegt, ja, maar dan kost je dit soort. Ja, nou, Hans kon dat niet opbrengen. Ja. Hans heeft geprobeerd fondsen te werven voor tentoonstelling. Ja. Is hem niet gelukt. En op een gegeven moment heeft hij de handdoek in de ring gegooid. Eigenlijk niks voor Hans, hè. Handdoek in de ring. Nee, maar fondsen werven was ook niet echt nee, zijn ding. Nee, hij was wel van het bedelen. Oh, ja. Ja. Ja, van bedelorde is hij, ja. Maar schooien kon hij niet. Nee, dat is ook heel iets anders weer. Dat is iets anders, ja. Maar ja, hij is ermee moeten stoppen. En hij vond het ontzettend fijn dat wij dat samen oppikten. Want hoe zijn jullie aan al die adressen gekomen? Want nou, staan die geregistreerd, al die schilderijen? Nee. Was het maar waar. Een aantal kregen we al van Hans. Want Hans had natuurlijk voorwerk gedaan. Hij had een mevrouw Van Dam, juffrouw Van Dam uit Boxtel. Die had hij geïnterviewd en die had iets van 17 schilderijen. En die heeft hij beschreven in zijn interview, die schilderijen. Maar dat interview was heel lang geleden al geweest. Dus toen ik dat briefje van hem kreeg waar al die schilderijen bij haar in de muur, aan de muur hingen, toen bleek dat die mevrouw Van Dam er niet meer was. Oh, en die mevrouw Van Dam die was overleden in het Wereldhuis, heet het nu. En dus ik ben daar geweest om erachter te komen wie nou die schilderijen, ja, zeg maar, wie de erfenis verdeeld heeft. Nou, daar ben ik achter gekomen en die heb ik gebeld. En toen bleek dat al die schilderijen verdeeld waren over heel Nederland. We zijn echt vanuit Zuid-Limburg tot Noordoostpolder en in Overijssel overstaan geweest om die 17 schilderijen op te sporen. Maar door die gesprekken met die 17 mensen, ik weet er nog eentje, want die en die heeft er ook een. Nou, en zo rolt dat heel vaak, totdat er nu maar 600 zijn. En toevallig van de week kreeg ik weer een berichtje. We hebben er weer eentje in Mierlo, daar moeten we volgende week naartoe. Ja. Hans vond dat geweldig. Ja. Hans heeft ons inderdaad ingepakt. Ja. En wij hebben dat als eervol ervaren. En ja, wij zijn interesse gaan tonen in die schilderijen, in Pierre Janssen. Dat groeit want, ook. Dat groeit, ja. Dat groeit, want ja, ik heb nooit een schilderij, ja, ik heb al schilderij gezien, maar ik heb me nooit afgevraagd met een opzon of wie dat was. Jij hebt hem eigenlijk anders meegemaakt, hè? In het begin wel, ja. Want hij woonde dus niet in Boxtel, hij woonde in Babberich. En toen hij dat vertelde, had ik daar nog nooit van gehoord. Ik dacht in Duitsland lang of zo, bleek het ergens bij Zevenaar te zijn. Maar vanuit Zevenaar kwam hij dus elke keer van Babberich naar Den Bosch toe. Later is hij naar Velp gegaan. Daar werd hij gardiaan, dus overste van het klooster. Mm-hmm. En Velp lag natuurlijk alweer een stuk dichter bij Den Bosch. Want hij kwam elke woensdag, want dat was een beetje zijn vrije dag, kwam hij naar Den Bosch toe. En ik heb hem daar dus altijd meegemaakt. En wat hij geweldig vond, als je dan gewoon kopietjes, hè, want nu kunnen we allemaal heel makkelijk even met een telefoontje. Maar toen was dat veel lastiger en dan voorzag ik hem wel eens wat van extra kopieën. Dat vond hij geweldig, maar vond hij iets waar ik mee vooruit kon, want ik was natuurlijk ook altijd met onderzoek bezig, dan hielp hij mij daar net zo goed mee. Dus we hadden daar toch wel een hele leuke band en dat heeft geresulteerd toch wel in verschillende boeken van hem. Hij heeft ook gezorgd dat die as kwam van stapelen naar de kerk. Die historische, historische as. Ja, die, hè? Daar heeft hij ook voor gezorgd, hè? Of onder andere, of onder hoe andere, zeg je dat dan? Ja, onder andere. Hij heeft onder andere die zegelstenen die je vindt vanaf de kerk tot en met stapelen. Die heeft hij voor gezorgd. Het is zijn idee. Het ontwerp zal hij wel mee geholpen hebben. En vaak drukt het er een flinke stempel op, want het moet er zo uitkomen zien. De teksten zijn van hem die erop staan. Zes stenen liggen er tussen de kerk en stapelen en in het midden op de markt. Die steen hebben ze verlegd een paar jaar terug. In plaats van dat hij tegen de kroon, hè? De kroon, ja. Hebben ze hem meer op de rijweg gelegd. En die steen is ongeveer een centimeter of 10 dik. En die lag voorheen in een betonbed met staal eronder. En nu ligt hij waarschijnlijk gewoon in het zand. Ja. Als daar een vrachtwagen overheen rijdt, dan gaat het kapot. Nou, inderdaad, er is nu een scheur in en een stuk eruit. Dat is provisorisch, is die hersteld. Maar nu is de vraag, ja, wat moet er nou met die steen gebeuren? En ik heb voorgesteld om er een nieuwe van te maken. Want het zou Hans heel wat waard zijn geweest om daar een hele steen te hebben. Die steen gaat steeds verder kapot. Ja. Ja, daar blijft niks van. Daar draaien vrachtwagens op, die draaien de kruisstraat in en die gaan er achteruit terug. Als je daar wat gewicht op zet, ja, zo'n steen is zo kapot. Jammer, ja. En dat is doodzonde. Ja, dat is zeker, ja. Ja, dat is heel jammer. Kon je ook met hem lachen?
Nou, of. Of was het zo'n gedreven, serieuze man, of had hij ook humor? Hans had humor. Ja, zeker wel. Zeker had Hans humor. Hij, ja, Hans was echt een mens. Dat was Pater Hans, maar het was een mens die gewoon tussen ons in stond en de capaciteit had om jou ergens, zoals we al zeiden, in te trekken. Maar... Ik heb hier nog een paar foto's en Sinterklaas. Ja, Sinterklaas is Hans en de Zwarte Piet is Fons van Hees. Dat was op een feestavond, op een brunchmiddag van het koor, Sint-Petruskoor. En ja, dat was natuurlijk een lang levende rol. Hè. Hij riep een aantal mensen bij zich en het was eigenlijk heel erg leuk. En hij had een cadeautje, allemaal een zakje snoep of zo. Oh, ja, dat was leuk. En dat was helemaal spontaan. Ja. Nou, hij had dat zelf natuurlijk wel voorbereid, want ik denk dat Fons het wel wist natuurlijk. Ja, tuurlijk, want die kleren lagen boven. Ja, leuk. Maar dat was wel geweldig. Ja. Heel erg leuk. Dus, ja. Chris, en jij? Heb jij veel gelachen met hem? Hans had altijd een aanleiding om op een feestje te vieren. Al ging je maar gewoon de koffie aan. Het is vandaag de zoveelste dag van de lente. Daar moet een feestje gevierd worden. Of met onze, misschien dagen nog te sprake, onze cursus pedagogie. Hans was voorzitter en Hans bracht altijd koeken mee. Of de eerste keer zelfs bossenbollen. Want we zijn nu voor het eerst in Boksel aan het vergaderen en ik kom uit de bos. Dus ik ben vanmorgen even naar de Groot gereden om bos en bollen te halen. Of hij had taart. Maar het gebeurde ook wel dat hij bier meebracht. We maakten een feestje van, zei hij, en we hadden gewoon vergadering. We hebben iets te vieren, zei hij. Hij vierde het leven. Hij vierde het leven. He? En we waren verplicht mee te vieren. Ach, wat leuk. Ja. Altijd wel een aanleiding om, ja, we hebben nu weer een hoofdstuk af. Hup, stond weer een grote doos, een pompombons of zo. Of een grote koek, of een stuk taart. En op een gegeven moment zegt hij, ja, dan moeten we dadelijk toch eigenlijk nog even verder. Ik stel voor dat jullie hier even met z'n allen tussen de middag gewoon blijven eten. Ja, maar bij die paters, die kan toch, we kunnen toch niet zomaar aanschuiven. Ah, gewoon kom maar mee. Dus wij daar met z'n allen, de refter geloof ik dat heette, in. En daar zaten al die paters netjes aan lange tafels. Warm eten hè, tussen de middag, de paters. En natuurlijk. Dus wij schuiven daar met z'n allen aan. En die paters zijn. En hoeveel mannen waren jullie dan? Wij waren met vieren nog extra. Daar Hans' boek. We hebben zijn boeken toch wel heel veel samengewerkt met Hans om er gewoon een heel goed boek van te maken. En kritiek kon hij ook heel goed mee. Dat was altijd heel grappig als je zei van Hans, zou je dit of dat nog niet meer uitwerken? Zei hij niks. En dan de week erop zei hij, ik heb er nog eens over nagedacht. Oh, ja? En jullie hebben helemaal gelijk. Oh. Dus hij moest even laten... Even verwerken. Even doorvoelen van oké. Een ander ding van het boek, en dat vond ik eigenlijk wel heel grappig met hem, zo was hij ook. 1600 voetnoten had hij erin staan. Die heb ik alle 1600 helemaal nagekeken op taalfouten, komma's, punten. Hè? Vooral in de voetnoten gaat het vaak mis. Helemaal goed. Kom het boek uit. Had hij van het Bik. Was toch een beetje ook mijn als werkgever, een beetje mijn kindje. Had hij Bik H gemaakt. Brabants Historisch Informatiecentrum, Hertogenbosch. Dus ik zeg, oh Hans, dat was niet toen ik het gezien heb. Keek je stralend aan en dan zei hij, noem dat maar mijn eigen wijzigheid. En dan kon ik mee doen. Dus dat was toch ook wel af en toe, Hanneke, dat je dacht, oké. Ja, en vooral zijn reactie. Ik zeg, dan keek je echt stralend aan, zo van... Qua jongen. En van, inderdaad, dit, hè, dat deed de pater al. Nou, toen dit boek uitkwam in 2015... Dat werd gepresenteerd in de zaal De Adelaar, schuin tegenover de Heilig Hartkerk. Toen was ik erbij en ik bladerde al heel snel door. En daar vind ik een schilderij van Pierre Janssen. En ik zie dat schilderij. In dat boek? In dat boek. Ja. En ik denk, hoe kan het nou? Het is 2015, hè? We zijn in 2008 begonnen. Het project van Hans hebben we voortgezet. Ja. Het zijn de schilderijen wat we niet hebben. Dus ik ga naar Hans en zeg, Hans, nou word ik een beetje boos. Hij zegt, er staat hier een schilderij in. En dat hebben we nog niet. En als net wat Hanneke zegt, dan staat hij zo te kijken, dan begint hij te glimlachen van, nou, noem dat maar de ondeugendheid van mij, zei hij. Oh, echt waar?
Ja. Was eigenlijk, hij had het ontdekt en hij dacht, dat deel ik lekker niet. Ja, en daarna heeft hij het natuurlijk wel gedeeld en zijn ook bij de eigenaar geweest en alsnog geschilderd, alsnog gefotografeerd. Maar toen, ja, ik denk, hoe is dit? Dat is nou echt iets van Hans, hè? Qua jongensstreek. Hij probeert ons zoveel mogelijk schilderijen aan de man te helpen, hè? Zoveel mogelijk fotograferen. Ja. En die houdt hij voor zichzelf. Ja. En hij heeft natuurlijk ook wel gemerkt, daar komen jullie een keer achter. Ja, want ik bedoel... Op het moment dat ik zo doe, heb ik dat schilderij al gezien. Ja, leuk. Ja. Goh. Het is wel triest dat hij door corona is overleden, hè? Dat is toch wel jammer, want hij stond nog zo volop in het leven, hè? Ja. Hoe oud was hij eigenlijk toen hij stierf? Hij is van 41. Hij is overleden op 25 maart 2020. Ja. En in juli 2020 zou hij 50 jaar priester zijn. Och, ja. Daarvoor heeft hij aan Wim Ketelaars en zijn vrouw en aan mij, met Betty, gevraagd of wij met z'n vieren voor hem een feest wilde organiseren. Ja, Hans, hoe zie jij dat feest dan? Ja, dat moet een groot feest worden, want 50 jaar priester wil ik groots vieren. Ja, hoe zie je dat? Nou ja, ik begin 's morgens met de mis en daarna wordt iedereen uitgenodigd voor mijn feest. Hans, wie is iedereen? Ja, iedereen. Ja, maar Hans, als wij iets moeten regelen en moeten iets met catering doen, dan moet jij even aangeven, hoeveel is iedereen? Ja, dan weet ik niet hoeveel er is, maar ik wil iedereen uitnodigen. Ja, maar Hans, waar zie je dat dan? Nou, het liefst in de tuin van de pastorie. We moeten toch een getal weten van hoeveel mensen je denkt dat je uit wil nodigen. Nou ja, uitnodigen wil ik iedereen, zegt hij. Maar hoeveel komen er dan? Ja, ga uit van 250 man. Nou, dan kan ik 250 man regelen. Nou, we hadden in begin maart hadden we alles rond. We hadden de tent rond, we hadden de plek rond, we hadden de catering rond, we hadden... De mis was rond, alles was rond. Ja, en Hans heeft het niet meegemaakt, ja, niemand. Maar dat hij is op 25 maart overleden, dat in juli dat feest zou zijn. Och, ja. Dat was heel triest. Dat is wel. Want hij wilde iedereen uitnodigen. Ja. En dan elke keer vragen we, Hans, wie is dan iedereen? Ja, iedereen. Iedereen. En hij zei ook, dat was ook zo leuk, want dan komt zijn ego weer. Hè. Er hoeft niemand iets te zeggen. Geen toespraken van mij. Er is er één die mag iets zeggen en die mag 10 minuten over mijn levensloop praten. Ja, echt waar. Die hij zelf opgeschreven had. Ja, echt waar. Ja. Ja. Dus hij speelde het ook helemaal zin. Hij speelde het helemaal zin. Ja, leuk. Dat was Hans. Ja. Want hoe is zijn uitvaart eigenlijk geweest? Want dat lijkt me toch ook. Eigenlijk kun je dat niet eens een uitvaart noemen, vind ik. Nee, hoezo? Het is te triest voor woorden. Als je zegt Hans nodigt iedereen uit op zijn feest, maar Hans overlijdt en als dan Hans begraven moet worden, dan mag er niemand bij zijn. Er mochten 20 mensen aanwezig zijn op de kerkhof bij de Peterskerk. Hans had van tevoren al zelf een plekje gereserveerd op dat kerkhof, waarvan ik dacht hij wilde altijd bij zijn familie begraven worden, maar die ligt op Munsel begraven. Maar Hans is op Peterskerkhof begraven en er zijn 20 mensen bij, die staan op een afstand van denk ik wel 5 meter uit elkaar, dus ja... Ja, het was helemaal niet de saamhorigheid, nee, niks dus, natuurlijk. Dus ja. Deze begrafenisondernemer, die waren al met een man of 5 en die laten die kist zakken en er is een pater die iets zegt. En er is wat muziek door een luidspreker die daar en iedereen gaat weer zijn wees. Want is er iemand van jullie bij geweest? Ik ben erbij. Oh, ben jij erbij? Dus Hanneke is erbij. Oh, Hanneke is erbij. Want net zoals zijn eigen, ja, hoe noem je dat, kloosterlingen? Kloosterlingen, ja, nou, het klooster waren er 2. Ja, is twee, ja, ook een soort afgevaardigde. Van zijn familie was er 1 of 2. Ja. Van Heemkunde waren er natuurlijk 3, 4. En zijn huishouder, de werkster was er. Goh. Maar voor de rest was er eigenlijk niemand. En dan zou een jaar later zou er een herdenkingsdienst plaatsvinden. En ja, toen was het nog steeds corona. Nee, was nog niks. Toen is dat dus ook digitaal uitgezonden, die dienst. Maar eigenlijk heeft Hans niet de begrafenis gehad die recht doet aan het feest wat hij had willen doen voor iedereen. Ja. Ja. Want eigenlijk had ook iedereen op zijn begrafenis mogen precies. komen. Ja. Als er geen corona was geweest en er was, Hans was begraven, hè, overleden en begraven, dan had de kerk stampvol gezeten. Ja, dat denk ik zeker. Zeker. Ja. Dat denk Absoluut. Ik zeker. Ook van mensen die iedere zondag naar de kerk gingen, die gingen dan ook, Oh, wat triest, hè? Ja, dat is heel triest. Heel erg. Ja, dat heeft hij niet verdiend, zoiets. Nee, dat heeft hij niet verdiend. Nee. Nee. Goh. Ja, dan word je even stil van, hè? Dan als je dan zo dat hoort. Ik zou wel eens willen weten, hoe zou je zelf... Misschien zegt hij zelf, ach,
Het is ook goed. Hè? Maar voor wij, voor ons, vinden het natuurlijk wel heel erg. Nou, wat Hans is begraven op een plek langs de pad, langs op het kerkhof. Ja. En kort na hem is Piet Snijders overleden. En Piet Snijders, de architect Piet Snijders, die woonde daar vlakbij. Ja. Die is ook begraven vlakbij zijn huis op het kerkhof. Och. En ligt tegenover Hans. Och. Ja. Maar Hans en Piet waren met een project bezig. Och. En gekscherend zei hij wel van nou, die gaan ondergronds verder. Ja, dat is wel. Want we hadden een cursus Petrusologie. Ja. Hans die verdiept zich onder andere in de schuilkerk. Want als je de periode pakt van 1648... tot eind 18e eeuw, dan is die kerk, de Peterskerk, is overgenomen door de protestanten. En de katholieken die moeten dan maar zien hoe ze hun diensten doen. En dat gebeurt dan in schuurkerk met de schuilkerk. Nou, op de Burgakker stond zo'n schuurkerk. Oh ja? En Hans die is onderzoek aan het doen naar die schuurkerk. En dat is een onderdeel voor die cursus. Maar Hans, kennende, die duikt daar zo ontzettend diep in. Die gaat naar Den Haag, naar het Rijksarchief. En die vindt zoveel dingen over die schuurkerk. Dat hij denkt, ja maar jongens, dit is veel te veel voor een cursus. Ik ga daar een boek van maken. Ja. Dus Hans was daarmee bezig. En gaat dan samen met Piet Snijders, de architecte. Hij heeft in het archief een bestek gevonden over een verbouwing van die schuurkerk. En aan de hand van het bestek kan Piet Snijders een schets maken hoe dat er mogelijk uit te zien heeft, de schuurkerk. En aan de hand van die schet heeft zijn zoon, Clem Snijders, een prachtige tekening gemaakt. Oh. Aan de hand van die tekening heeft Robert Zwanenberg weer een maquette gemaakt. Oh. Allemaal voor die cursus. Oh. Allemaal door Hans. Het is door een hele opleiding onderhand. Waar stond die schuurkerk dan? Maar waar was, op de plek waar nou, zeg maar later de levensschool is even gestaan, dat gebouw. Even denken. Burger. Op de Burgakker. Oh, dus ze stond niet bij de Petrus zelf? Nee. Zeg maar, het grondplan van dat gebouw dat er nu staat, is ongeveer de schuurkerk geweest. Oh, God. Ja. Ja. En daar duikt Hans dan helemaal in. Ja. Dus dat was weer boven de cursus. Maar ja, dat had eigenlijk ook in het laatste boek gemoeten, maar anders werd het boek veel te dik. Oh, ja. Dus we hebben het maar niet gedaan. Nee. Het is wel bijzonder als je zo gedreven bent om dingen te uit te zoeken en overal in te peuteren, ja, dan gaan er eigenlijk hele werelden open. Hè? Hans was wel iemand die het een hele tijd voor zichzelf hield en dan ineens met de kloof kwam. Ja. Goh, ik heb dat en dat gedaan en dan zei hij van met die schuurkerk, nou jongens, daar heb ik nog wel een jaar voor nodig, dus we gaan dat pas volgend jaar doen in de cursus. En dan zeiden wij tijdens de vergaderingen, maar Hans, daar moet er een ander onderwerp komen, want dan moet er wel een cursus hebben. Ja. Nou, ik denk dat het toch wel wat sneller gaat. En dat jaar werd ineens 2 maanden en ineens had hij alles klaar. Ja. Maar dat is dan ook wel een beetje ego van hem, hè? Ja. Dat hij die gedrevenheid en eigenlijk jullie daar buiten wil houden, zodat hij kan zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb. Ja. Wat ik gedaan heb. Ja. En uiteindelijk zeg je, ja, wauw. Ja, hij heeft het ook gedaan. Ja, hij heeft het ook gedaan. Maar het zou toch wel bijzonder zijn als je het ook met anderen zou doen. Maar ja, dan raakt hij zelf, denk ik, de grip kwijt. Ja. Dat kan het dan ook zijn. Ja. En het was nog niet helemaal klaar. En daarom zeiden we gekscherend wel eens van God, zij gaan samen verder. Op het kerkhof, hè? Ja, dat snap ik. Ja. Wat het leuke is, dat ik iedere keer toch wel zo in dit verhaal allemaal jullie weer hoor, hè? Jullie waren echt wel maten allemaal van elkaar, hè? Ja, dat gevoel hadden we zeer zeker ook. Want als je hem nodig had, klopt hij elkaar. Hij vraagt van alles. Ik was de fotograaf van Hans, hè. Later ben ik daar geworden en Hans die vond dat geweldig. Hij kon toveren, ook met de computer, met dingen weghalen en verzetten. Dat kon ik niet, maar hij vond dat ik dat geweldig deed. Want hij snapte dan niet hoe dat kon. Dan kun je toveren. Ik heb hem daar nooit uit hoeven leggen, want hij wilde niet weten. En de Petrusologie, dat is nog niet klaar, want Hans kwam ook. Die nam mij aan de hand mee. Hij zei, ja, we moeten eens even rond de kerk gelopen, in de kerk. En overal heb ik foto's gemaakt. Niet waar hij bij was, want het duurde gewoon te lang. Want ja, ik moest een beetje met licht, met de zon. Enfin, een heel tijdje later, toen kwam hij weer. Hij zegt, René, heb ik iets. Hij zegt, in de Peterskerk, daar zit een spil. Hij zegt, en die spil, daar heb ik een boek van. Hij zegt, die tekst kan ik niet lezen. Zou jij daar een foto van willen maken? Ik zeg, Hans, ik wil wel een foto maken, maar ik weet niet
precies wat jij bedoelt. Waar zit dat ding nou? Dat wist hij. Hij zat boven in de peer, dus net onder het kruis van de toren. Daar zou hij in zitten. En er staat tekst op en die kon je niet lezen. Althans, of je moet erbij staan. Hè? Nou, ik denk, weet je wat ik doe? Ik fotografeer die palen aan alle kanten. En ik op een computer en ik had die letters een beetje opgehaald. Donker gemaakt. Weer getoverd, ja. En ik kon ermee bij Hans en hij kon niet begrijpen hoe dat hij die letters kon lezen. Uit één stuk, want normaal moet het een beetje rond, die of rond. Ja. En ja, daar heb ik op zitten vogelen. Ik denk, nou, een beetje rekken, een beetje zus en een beetje zo. En hup, en daar was het. Het ziet er ook eigenlijk best wel aardig uit. Ik geloof dat we de foto hier hebben. Waar stond erop? Hier staat hij op, hè. Dus meester Han Cornelis Schutkens van Wiemt, meester van deze toren, anno 1616. Enfin, toen ik dat klaar had, heb ik hem verteld hoe we gevaren waren. En daar schrok hij eigenlijk een beetje, want hij zei, ja, we zijn helemaal boven geweest, maar we konden er niet helemaal in. We hebben afgesproken, daar hebben we nog teruggegaan. Maar toen kwam ik thuis en toen zegt Lisette, mijn vrouw, Hans is geweest. Ja, oh. En die had een bloemetje gebracht en 1000 verontschuldigingen gemaakt tegen Lisette, dat ik zo'n gevaarlijke klus voor hem gedaan had. Ja. En hij vond het zo erg dat hij mij in gevaar gebracht had. En, nou, zo was Hans. Dat vond ik wel heel lief. Ja, dat is zeker lief. Ja. Je kunt nagaan dat hij zijn eigen, door zijn enthousiasme, ook zijn eigen weer tegenkomt. Hè? Ja. Want hij moet zijn eigen dan toch gedacht hebben, wat heb ik gedaan? Hè? Of voor hetzelfde geld. Maar zo erg was het natuurlijk niet, want wij doen dat voorzichtig. Maar goed, voor Hans was het een gevaarlijke kwestie. Ja. Hanneke, nog een vraag. Hè? Jij hebt Hans natuurlijk ook al lang meegemaakt, maar de laatste jaren, toen was hij natuurlijk klaar met het onderzoek naar hij zijn familie. Hij was nooit klaar. Nee? Want ik denk, dan heb je misschien niet meer gezien. Of zeg ik dat verkeerd? Hij had zijn familie klaar, maar dan ging hij gewoon door met andere dingen. Wat je tegenkwam. Toen is hij vooral dus in Bokstel heeft hij de nadruk opgelegd. En toen is hij begonnen met allerlei boeken over de geschiedenis van Bokstel. Dus toen ben ik hem eigenlijk nog steeds vaker tegengekomen. Ja, dat lijkt me toch wel raar voor jou ook zo. Als je zo'n man zo intensief helpt. Dat is leuk. Ja. Ja, is heel leuk. En zeker omdat, ik was in die tijd ook secretaris van de Heemkundekring. En dan kon je hem ook meteen weer een keer strikken om een lezing voor de Heemkundekring te doen. Dus het werkte ook altijd wel van twee kanten. Ja. En Hans was ook altijd een hele open man om overal ja op te zeggen. Op een gegeven moment zegt hij tegen mij van, vind je het leuk om een keer in Velp in het klooster te komen? Nou, dan hoef je tegen mij maar een halve keer te vragen. Ik zeg, oh, vind ik hartstikke leuk. Ja, zegt hij, want daar is het toch wel een heel oud klooster. Dat was ook uit 1700 of zoiets. Ja. Ook door hier de reformatie en daar was het net een vrij gebied, hadden ze daar een nieuw klooster kunnen bouwen. Een hartstikke mooi klooster. Toen zeg ik, mag ik mijn moeder meenemen, want die vindt het ook zo leuk om daar naartoe te gaan. Prima natuurlijk. Als moeder zegt, moet ik niet iets meenemen? Ik zeg, ja, doe maar iets, want je kunt altijd zo lekker cake bakken. Doe maar een cake. Ja. Nou, dus had moeder een cake gebakken en met haar cake naar Hans. Nou, en dus inderdaad, de snoeplustige Hans die kwam weer boven. Het hele klooster werd erbij gevraagd. Alle paters aan de cake gezet. En de cake die was dus in een kwartier ook helemaal op. Ja, zo was Hans. En het gevolg ervan. Toen zei ik, mag dan ook een keer voor de heemkunde een excursie? Nou, dat was ook meteen goed. En dan was hij daar ook een hele goede gids. Ja. Dan werd ook iedereen was welkom. Iedereen leidde hem rond. Hij leidde, want hij was altijd heel graag aan het uitleggen. En, dus dan heeft hij ook het hele klooster, alles wat er was, werd dan aan de groep getoond, uitgelegd. Ja. Ja, want hij heeft in verschillende kloosters gewoond. Ja, daarna is hij naar Tilburg gegaan. Daarna is hij in Den Bosch terechtgekomen. Ja. En daar woonde hij, als we het dan hebben over een mooi appartementje in de binnenstad. Oh. Nou, dat had Hans. Ja. Die had daar de hoekkamer. En dat staat aan de Van der Doest de Willem-Borstsingel, vlakbij het station. Ja, ja. Daar hebben ze om dat klooster nog een hele grote tuin. En Hans had daar een prachtig hoekappartement, twee kamers. Ja. En die had hij helemaal volgestouwd met
boeken, mappen, al die kopieën die ooit voor hem gemaakt waren, die had hij allemaal geordend in mappen. Ja. Dus die hoefde hij ook zomaar blind te pakken als hij weer met onderzoek bezig was. Ja. Ik, toen wij hem gingen interviewen, toen ben ik met Guze Bekooi, hè, de cameraman en ik. En we kwamen daar midden in de stad, die grote poort, en die poort die gaat open. Ja, ja, ja. En ik dacht, wauw, die tuin stond helemaal in bloei. Ik dacht, nou, het is echt een stukje paradijs midden in de stad. Ja, hè? Dat was het ook. Ja, en zo als je daar binnen was, viel die stad eromheen ook helemaal weg. Ja. Het was heel rustig, heel vredig. Vond ik zo bijzonder. Ja, het was leuk. En altijd inderdaad kon je je auto daar parkeren, want ik heb daar best wel vaak met hem samen voor zijn boeken en zo. En zei ja, bel maar even als je eraan komt. En net wat je zegt, dat ging de poort. Ja, dat was ook zo. Tada! Ja, leuk hoor, ja. En uiteindelijk zijn ze allemaal naar Tilburg gegaan. Ja, ze zijn allemaal naar Tilburg en Hans had daar geen zin meer in. Nee, die voelde zich op dat moment toch zo te jong, maar ook te bokstels, denk ik. Oh en, ja. Toen wilde hij zo verschrikkelijk graag in Bokstel gaan wonen. Ja. En toen is je op Molenhof terechtgekomen, hè? Ja, 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 ja. En dan heb ik hier nog een andere foto. Ja, dat is de prijsuitreiking van de Krippenbergprijs. Krippenberg Penning. Die heeft de werkgroep van Heemkunde Bokstel gekregen. Ja. Hans was zeg maar de voorzitter van die werkgroep. We hebben de bouwhistorie van de Peterskerk is helemaal vastgelegd. Een bijzonder project en dit is een format wat je bij andere projecten ook zou kunnen gebruiken. Ook buiten Boksel kan dat gebruikt worden. Ja, heel bijzonder. Hangt een lespakket aan. Oh ja? Ja, voor de basisscholen. Zijn basisscholen zijn naar de kerk geweest. En dan komt Hans ook weer in die kerk. Die staat uit te leggen hoe dat, hoe dat ging. En, Simpel zijn ding, hè? Helemaal zijn ding, ja. Nou, dit project van die historie van de bouwhistorie van de Peterskerk is ingebracht in de Knippenbergprijs. En daaruit is Heemkunde Bokstel naar voren gekomen als prijswinnaar. Nou, en Hans wordt uit de handen van bisschop De Korte, mocht hij de prijs in ontvangst nemen, zowel de cheque van 1000 euro en een mooie penning, zo groot, van Knippenberg. Wat is dit dan weer? Ook weer een mooie onderscheiding? Ja. Of wat is dat? Dat is de van Heemkunde Bokstel. Ja. De Heemkundeprijs, de pluim. De pluim? De pluim. En waarom hebben jullie en ook weer die gekregen? Die hebben wij op een gegeven moment in het leven geroepen, omdat wij vonden dat er mensen in Bokstel waren die ontzettend veel goeds deden voor Bokstel, vooral op cultureel gebied, en die daar eigenlijk nooit eens een keer een schouderklopje voor kregen. Ja. En Hans was op dat moment de genomineerde en die heeft hem gewonnen. En Hans kennende maakt hij daar weer een feestje van. Dus Hans komt binnen in een pij van de kapucijnen. Och, ja, wat leuk, ja. Deze zie ik jou weer staan, Chris. Ja, dat is een deel uit het project van het boek Elisabethsdal. In 2016, denk ik, zijn we begonnen met het digitaliseren van het hele archief. Het Bokstelse archief wat zich in Megen bevindt, het Bokstelse archief van de zusters Clarisse. En dat vangt aan in 1390. Volgens mij zijn de eerste charters, eerste documenten zijn daar gevonden. En ja, misschien heel oneerbiedig, maar die lagen opgestapeld, gewoon in een kluis gegooid. Frot, ja. Wou ik nog niet zeggen. Ja, maar uiteindelijk zijn die daar uitgekomen en die zijn één voor één door Rini. Zijn die gefotografeerd, minutieus gefotografeerd, zowel het document zelf als ook de zegels die eronder hangen, die zaten verpakt in een zakje, dat zakje werd afgehaald en werd die zegel gefotografeerd. Aan de voorkant en de achterkant, alles werd gefotografeerd. Hier zie je een eerste keer dat we een lading charters terugbrengen en nu zijn ze allemaal per stuk verpakt in zuurvrij papier. Oh, dat is mooi, en later zijn die allemaal weer in aparte dozen gegaan en nu liggen ze in een kluis waar ze er nooit meer uitkomen. En hoeveel nooit meer eruit komen? Je hebt nu hartstikke mooie digitale afdrukken van die charters. Goh, zeg wat een kwijt, zeg, om daar aan te beginnen. Hè? Dat was dus de bode, zeg maar, voor het boek. Waar Hanneke... Ja, en ja, het leuke was hier ook wel aan dat niemand in het klooster eigenlijk binnenkwam, want het zijn toch wel zusters die in beslotenheid leven. Ja. En Hans lukt daar gewoon. Die kwam daar en die wond dus ook al die zusters volgens mij weer op zijn vinger.
met gewoon koeken en bonbons. Ja. Nou, daar niet. Nee. Daar zijn soberheid te stroef. Ja, is daar... Ja. Oh, ja. Daar zijn we ook achter gekomen, want wij waren eigenlijk wel een beetje thuis bij die nonnen. Die vonden dat ook leuk, hè? Op een gegeven moment zijn we daar gestart. En we wilden ook wel eens... Want de kapel hadden we al meer meegemaakt, hè? De mis om 12 uur. 12 uur dan is het allemaal in de kapel, hè, het klooster. Maar het eten, dat kwam dan daarna en dat wilden we ook wel eens een keer meemaken. Dus we werden door de zuster uitgenodigd om daar mee te eten, Hans en Christ en ik. En onze partners, die mochten ook mee. Dus nou ja, en dan zit je daar te eten allemaal bij elkaar en dan doodstil. Er wordt niet gepraat, er wordt ook helemaal niks, niet gekucht, het is daar doodstil. En je, ja, de schaal met hosties bijvoorbeeld. Ja. De hosties, dat zijn ronde schijfjes en die stampen ze uit een vel. En daar blijven allemaal randjes over natuurlijk. En die staan dan op tafel, of voor in de soep, of als bijgerecht. Nee, bij de randjes van een soort vermicelli of wel. Ja. Heel leuk om mee te maken. Daar was dus ook bij de zusters. Ja. Ja. Mag ik daar nog iets over zeggen? Ja, tuurlijk. Want het boek, waar had ik het over wil hebben trouwens, dat zou er niet geweest zijn als Riedi niet één opmerking had gemaakt. Want we zijn, ik denk in 2015 ergens, op verzoek van Hans, die moest één foto hebben. Ja. En nam dus Hans, Riedi en mij mee om die foto te maken daar. En we zitten daar beneden, na die foto gemaakt hebben in het archief, zitten we beneden aan de koffie. En we zitten gezellig te kletsen. En toen zei Riedi van, we zouden eigenlijk heel de archief wel kunnen fotograferen. Waarop ik hem eigenlijk zo aanstoot van, weet je wel wat je zegt? Ja. Zuster Giara was toen de abdis die zegt, nou, dat is wel een idee. Ik zal dat eens in de groep gooien, zei ze. En later kwam dat uit van, nou ja, dat vinden wij goed. Oh. En toen begon het. En toen begon het. Maar dat was mede omdat wat Christa, het zat in een houten kluis. Ja. Die een lage kluis en zij moest al op de knieën om dat erin en eruit te doen. In een houten gebouw, compleet hout. Ja. Dus ik zei het later nog een keer tegen Giara, zuster, als hier brand komt, dat is alles weg. Dan staan jullie met 5 minuten allemaal op straat en een uur later is het klooster weg. Plus al uw archief. Ja, daar hadden ze dan nog niet bij stilgestaan, maar dat was één van de redenen dat ik denk van ja, daar moeten we digitaliseren. Ja, ja. Vandaar. Goh, wat bijzonder zeg. En wat een kawaii. Ja, wat een kawaii, dat klopt. Ja. En nou zie ik een foto en die is heel kleurrijk. Wat is dit dan weer? Ja, dat was ook eigenlijk wel een leuk verhaal. En dan kom ik weer bij mijn gebak. Hans die belde of ik naar hem toe wilde komen, want hij had een speciaal iets om te fotograferen. En nou, ik kom bij hem en we begonnen weer met koffie, maar hij had gebak. En dat was wel bijzonder, meestal wat dacht jij? Maar hij verontschuldigde zich eigenlijk een beetje dat het gebak niet speciaal voor mij was, maar dat had hij denk ik ergens overgehouden van een bijeenkomst. Maar goed, wij hadden aan het gebak gezeten en toen kwam tegen de muur, daar had hij een langwerpig paneel hangen, dat paneel op de foto, en dat bestaat uit allemaal kleine schilderijtjes. En in Ethiopië, daar is een broeder geweest van de Kapucijnen die daar gewerkt heeft, en die bracht het een keer mee en die gaf het aan Hans cadeau. Dat was een doek, het zat opgerold, hij heeft het uitgerold en mevrouw heeft dat op een plank gemaakt. Hij wilde weten wat op elk schilderijtje stond. Daar stond tekst op. Dat geen letters zijn, geen woorden, voor mij was het niks, maar hij dacht dat er iets op stond. Hij wilde een goede foto hebben die hij mee kon nemen naar Rome, want er zou iemand uit Ethiopië ook zijn en dan kon hij vragen om te vertellen wat erop stond. En ik denk, weet je wat ik doe? Ik maak een boekje voor Hans. Dus ik had een boekje gemaakt, ik weet niet meer precies, een klein vierkant boekje, op elke bladzijde één schilderijtje stond. Ja. Nou, hij snapte niet hoe hij dat moest, dat hij een boekje had. Zeg, Hans, dan moet je mee naar Rome nemen en dan kun je dan iemand vragen, die kan dat lezen. Nou ja, zo heeft hij dat gedaan, hij is mee naar Rome geweest. En nou kreeg je het echt te horen, het echt ook zo Ja. Het is eigenlijk een heel mooi, een mooi project geweest. En ja, Hans was dol bij daarmee, ja. Ja, want ik zat te denken, Hans was ook bezig met een boek, begreep ik, maar ja. Heeft je ook niet af kunnen maken en dat hebben jullie gedaan? Of hoe was dat? Of? Hans had een boek
was hij aan het schrijven over de Clarisse. Ja. Dat had onder andere natuurlijk te maken met zijn banden in Megen, maar vooral ook in Boksel, omdat we hier aan de Clarissestraat ooit een Clarisse-klooster hebben gehad. Door al dat archiefonderzoek wat hij had gedaan, had hij daar natuurlijk ook al verschrikkelijk veel informatie over en was hij aan het schrijven. En hij had dat al voor het heel groot gedeelte klaar. Maar toen ging hij dood ineens. En toen hebben wij gezegd, ja, wat moeten we daar nou mee? Hij zou het zo leuk vinden als dat boek gewoon nog uitgekomen zou zijn. Maar het is niet klaar. Nou, toen zijn we het met een groepje, hebben we het allemaal nog eens doorgelezen, gekeken van, wat kunnen we hiermee? We zijn heel kritisch erop gezegd van, sommige stukken moeten misschien een klein beetje ingekort worden, andere stukken moeten gewoon weglaten. Maar we doen wel Hans eer aan om het boek gewoon uit te laten komen. Oh. Nou, dat hebben we gedaan. Dat is uiteindelijk dit boek geworden over het Clarisseklooster. Oh, en ja. Ik denk dat er ook heel goed, dat heel goed is geweest. En ik denk dat je boven zeggen, petje af jullie. Ik heb kippenvel, dus dat is een teken dat hij helemaal blij is. Dat voel ik. Het heeft uiteindelijk ook best nog wel wat kruim gekost natuurlijk, om er hele mooie plaatjes in te doen. Die mooie actes die allemaal gefotografeerd zijn. Ja. Dus het is uiteindelijk toch een heel mooi, mooi project geworden. Ja, mooi hoor. Ja. Ja. Achteraf zijn wij heel erg blij dat we de beslissing genomen hebben om het postuum uit te brengen. Ja, snap ik. Ja, een mooi boek. Ik wil het eigenlijk een beetje gaan afsluiten, want we hebben zoveel verteld over Hans de Visser. En ik ben tot de conclusie gekomen dat Hans de Visser, pater Hans de Visser, een heel bijzonder mens was. Maar ook vooral dat hij het ontzettend getroffen heeft met jullie. Want jullie zijn met z'n allen een hele mooie en hele goede aanvulling geweest. En hij is jullie daar vast en zeker heel dankbaar voor. Daar word ik emotioneel van. En ik denk zeker dat jullie dat goed moeten onthouden. Want dit komt ook van ergens vandaan wat ik nou zeg. Hij is echt jullie heel dankbaar dat jullie dit zo hebben gedaan. Zonder jullie had hij het niet gekund. Dankjewel voor alle mooie verhalen. En we zullen hem niet vergeten. En hij jullie ook niet. Dankjewel. Ik word er stil van. Ja. De proosten op een goede vriend, pater Hans de Visser. Proost. Proost. Vrede en alle goeds. Ja.